Lijkt wel zo'n commando. Goedemorgen! Ik heb heerlijk 5 uur geslapen. En we beginnen de dag met een... Ratslag! En wat staat er verder op de planning vandaag? Nou, ik ga zo sporten met alle kracht die ik heb. En dan ga ik Jola weer ophalen, want woensdag, dus die is vroeg op school. En dit keer gaan de vriendinnetjes bij Jola. En dan gaan we even een leuke middag hebben met de meiden. En daarna gaan we nog even verder kijken wat we gaan doen. Ik weet nog niet precies. Je zou denken, het is echt super lekker weer. Maar het is vet koud. Niet normaal. Maar goed. Dan ik had verwacht. Ik heb dan wel heel kort geslapen, maar ik ging echt super lekker. En ik heb gewoon lekker een uurtje doorgeknald. Nou, ik vind de totale calorieën een beetje aan de lage kant. Maar. Hebben jullie trouwens ook heel vaak vragen over. Over die, dat horloge wat ik gebruik. Zitten natuurlijk ook allerlei leuke dingen op. Dat je melding krijgt op je horloge. Zodat je niet op je telefoon hoeft te kijken. Heel handig. Maar ik heb volgens mij mijn Bluetooth hier uitgeschakeld of zo. Waardoor ik op dit moment geen meldingen krijg. En dan weet ik weer niet hoe ik dat nou moet terug inschakelen. En dat vergeet ik dan steeds weer te doen. En ja, als ik echt een goede, accurate meting wil maken van mijn training. Dan gebruik ik liever echt gewoon een hartslagmeter die om de borst zit. De beste daarvan is mij die van Polar, want die is erkend, dus weet ik veel. Dat het gewoon echt, werkt. Kan ook best wel een obsessie worden hoor, zo'n sportarmbandje. Want ik heb ook wel eens een Polar Loop gehad. Ja, dan wilde ik bijna niet gaan sporten als ik hem niet om had. Dus dat is ook wel een beetje zonde, weet je. Dat is dan echt zo van, ja, maar dan wordt het niet vastgelegd. Dus dan heb ik het niet in mijn... overzichtje staan, dus dan vind ik het eigenlijk zonde als ik hem niet om heb. Dus, maar die was ik op een gegeven moment ergens een keer kwijtgeraakt. En toen heb ik dat ook maar losgelaten, dat bijhouden van alles. Oké, ik ga even kijken of ik nog iets nodig heb. Aardbeien heb ik nog. Oh, dat is lekker. Wauw, moet je kijken, wat een grote sinaasappel. Hey meiden, ik kan jullie bijna niet bijhouden, joh. Het is vandaag een speciale dag. Het is vandaag de... Antipestdag. Wat betekent de antipestdag, Maxime? Dat je kan pesten. Ja, tegen pesten. Als je iemand pest, dan zeggen ik. Ik ben een monster en dat vond ik niet leuk. Slechte binnenkant hier. Hebben we de moestuintjesbrigade? Alle moestuintjes staan in de zon, dus ik ben heel benieuwd. Wat gaat dit trouwens snel, joh, dat water. Echt heel snel, geen water meer in. Maar ik ben heel benieuwd of ze dit keer wel gaan lukken. Vorige keer waren ze echt, alleen deze waren gelukt. En die... Dus van de 6 of zo. Maar nu hebben we meer kans. Heel erg leuk. Ik heb vandaag dus een doos ontvangen met gezonde dingen. En daar ga ik een gerecht van maken. Dus ik heb nu nog geen idee wat we gaan maken. Het kan wel gewoon met dingen van mezelf. Dus ik heb ook van alles in huis. Heerlijk. En ik vind het altijd zo lekker om op woensdag lekker te koken. Soms samen met Jola, soms niet. Maar ik ga even kijken wat erin zit. Ik ben echt heel benieuwd. Eat your veggies. Eat pizza. Kop pizzabodem. Het heeft me koud gehouden. Super leuk dit. Kromkommerwortelsoep. Rebel Kitchen. Raw coconut water. Ziet er leuk uit ook. Flesje. Asperge en linzen. Burger. Oh ja, die had ik laatst ook al.
dieren. Ook super lekker. En ben ik al tussendoor dat ik aan het koken ben, dan schrijf ik alles op wat ik gebruik natuurlijk. Anders kan ik er later niet een recept van maken. En hier ga ik een soort sausje van maken. Ik denk dat het super lekker wordt. Sausje. Ruikt echt mega lekker. Oh. Het wordt een vega receptje, maar ik maak wel wat kip erbij voor Bart. Want hij vindt dat wel te gewoon lekker. Oké, dit is dus Disa die een foto maakt van de eten. Oh, dat bord moet iets naar boven. Het ziet er wel heel lekker uit. Wortelsoep met wortel... Wortel tortilla's. Tortilla's. Wortel, wortels. Is het lekker, Jo? Wat? Wat moet dat nou eens? Wat? Ik vind het best lekker. Misschien vind ik olijvenpizza wel lekker. Die pizzabodem bestaat dus voor, wat was nou, 40 of 60? 60% uit bloemkool. Mama, is dit yoghurt met aardbei? Ja. Yoghurt, ja. En nu ga ik lekker zelf opeten. Oké, we gaan even een maskertje op doen. We hebben het nodig. Peel off mask. Ik wil het eigenlijk niet te veel daar, weet je wel, waar dat plekser is geweest. Oh ja, ik hoop niet dat we hier een soort pieten discussie over krijgen. Is het niet te dun bij je neus? Weet je niet, ik kan niet zien. Ja, dan moet je huid er doorheen zien. Het ziet er op de camera helemaal zwart uit hoor. Ja, nee, niet echt. Moet ik het even doen bij je? Dit is prima zo. Okay. Oké, ik ga het wel vuilen, want ik ben heel moe. Ik wens jullie alvast bedankt voor het kijken voor vandaag. En tot morgen. Ik voel het helemaal scheur. En vergeet niet te abonneren, want het is gratis. En morgen weer een vlog. Ah, oh, pijn doet het, hè? Kan je voorstellen dat ik mee heb? Ik vind het wel lekker. Ik vind het wel lekker voelen. Oui.